Waris en Family Everywhere. Ruim 2,5 jaar geleden verruilden we ons stenen huis voor één op wielen. En ons hectische leven voor één met veel vrijheid en avontuur. Na 1,5 jaar in Canada en Amerika bereikten we het noordelijkste puntje van onze reis. De Arctische Oceaan en Tuktoyaktuk. Nu start onze reis naar het zuiden, naar Midden- en Zuid-Amerika. Reis je met ons mee? Voordat we ons verdere avontuur in Baja California en Mexico delen, maken we even een sprong in de tijd. Naar iets wat los staat van, maar vanaf nu voor altijd verbonden zal zijn met onze reis. Zo, wat een drukte. Halleluja. We hadden veel gehoord over dit strand en we dachten hier aan te komen op een niet al te druk strand. Maar blijkbaar hadden er meer mensen gehoord van deze prachtige plek, Los Frailes. Goedemorgen, we zijn neergestreken op een hele mooie nieuwe plek en daar kijken we al een tijdje naar uit. Niet alleen omdat deze plek zo mooi is, maar ook omdat er iets heel leuks en iets heel spannends hier gaat gebeuren op dit strand. De Duitse kunstenaar Julian die gaat namelijk een graffiti schildering maken op onze truck. Julian is dus een Duitser en die verdient al 15 jaar de kost met graffiti kunst. Ik zal eerst even terug in de tijd gaan. Toen wij dus bezig waren met onze truck, kwam dus op een gegeven moment ook het topic schilderen aan bod. We wisten allemaal nog niet zo goed hoe het zou gaan lopen en hoe lang dat we zouden gaan reizen. Dus we dachten daar geld op te besparen. En we dachten, joh, dat verven, dat kunnen we altijd later nog doen. Maar ja, dat doe je dus niet later meer. Maar goed, die witte box, dat vond ik eigenlijk ook allemaal maar lelijk. Dus daar werden stickers over geplakt. En ja, eigenlijk ben ik nooit helemaal happy daarmee geweest. Maar goed, het was wat het was. Totdat Julian dus op Agua Verde was, nadat wij daar zijn weggegaan. Maar voordat Katty en Pato van die witte grote mankat daar weg zijn gegaan. En Julian is daar heel last minute een truck van iemand anders gaan schilderen. En Katty die wist natuurlijk wel dat ik zoiets enorm zou waarderen. Die stuurde me daar een foto van hey, kijk eens wat hier gaande is. En ja, zodra ik dat zag, dacht ik, ja, dit is het. Dit was waarom dat wij nooit die truck hebben geverfd. Dit is het gewoon. Dus nou ja, zo zijn we dus met Julian aan de slag gegaan. Aan de praat geraakt. En zijn we dus nu al een tijdje bezig om het ontwerp te maken. En waar we dus af gingen spreken om die schildering te gaan maken. En nou ja, we zijn allebei gisteren aangekomen op dit strand, Los Frailes. En vandaag gaan we beginnen met de eerste voorbereidingen. Die stickers die moeten er natuurlijk vanaf en alles moet schoongemaakt worden en afgeplakt worden. En dan gaat het echt beginnen. Ik vind het super spannend. Ik heb er ook ontzettend veel zin in. En ik ben er echt van overtuigd dat het ontzettend gaaf gaat worden. Als eerste gaan we beginnen met de stickers er vanaf te halen. Gelukkig geeft Julian een heater mee. Dus het zou makkelijk moeten gaan. En ja, die stickers eraf was zo gebeurd, maar die lijmrest daarna duurde heel wat langer. Na een grondige poetsbeurt kon alles afgeplakt worden. In de avond werd de beamer aangezet om het ontwerp op de truck te schetsen. Anna. Langzaamaan werd alles duidelijk. Nou ja, voor Julian dan, want voor ons was het één grote chaos van strepen.
de voorbereidingen voor de tweede dag zijn weer in volle gang. Het is nu 8:30 en Julian gaat beginnen om 10:50. Dat wordt niet alleen vandaag hoor. Vandaag en morgen is het sowieso de eerste kant. Vanavond gaat de projector er volgens mij nog een keer op voor nog wat structuur er weer bovenop. Het is echt fascinerend te zien hoe dat proces in werking gaat. Dit is in ieder geval hoe de truck er nu uitziet. Ja, zijn jullie het even aan het bekijken daar? Heel leuk hoe dat zo in zijn werking gaat. Nu ben ik eigenlijk alles voor hem bereiden om straks binnen te gaan. Want zometeen gaat de deur op slot en dan kunnen we niet meer binnen. Maar gelukkig hebben we wel hier nog een luik in Carlijns bed. Dus ik ga eventjes voor alles verbouwen. Zodat we dus via de cabine naar binnen kunnen als we naar binnen moeten. En ook vanavond ontslapen. Nou, lang niet meer gebruikt. En hier moeten we dus de stoel van Carlijn weghalen. Anders dan komen we het luik niet door. En voordat het echte schilderwerk gaat beginnen, ga ik eerst maar even kwaad maken op die andere stickers. This is going well. De zon had deze kant al behoorlijk opgewarmd en dus gingen de stickers er zonder veel lijmresten makkelijk vanaf. Almost there. Woo! De kinderen konden niet wachten tot het spektakel zou beginnen. Ze vonden het nu al helemaal prachtig. See, I show you how the Egyptians built the pyramids. Okay. They do it the same way. Nice. They build it with spray paint? This very hot. That's how I can give it. Yeah. give them a spray can to shake. Wow! Na nog wat laatste voorbereidingen werd de eerste verf erop gespoten. Ja, kijk maar wat hij doet. Kijk, hij gaat hem helemaal rond verven zo, zodat hij precies een ronde zon heeft. Does smell like cream.
denken. Vind je het wat, de kolibries? De gele heeft al een oog. Ja, die heeft al een oog, hè? Mooi, hè? Op dag 4 werd de laatste hand gelegd aan deze kant, voordat een start zou worden gemaakt aan de ander. Hey Dinke, kom je naast mij vliegen? Ja. Ja? Nee, dat is papa. Is dat papa? Is oranje papa? Ja. En ben ik dan de gele vogel? Ja? Ja, daar ga je. Een wens van ons was om ons gezin op de een of andere manier terug te zien in de schildering. Hoe? Daar waren we al snel over uit. Na een immens gave kolibrie-ervaring in de woestijn van Californië ruim een jaar geleden moest en zou het een kolibrie-familie worden. Kijk hoe die hem eraf gaat halen. Kijk eens, daar is ze, Nienke. Wat vinden jullie ervan? Carlijn, kom kijken naar je vogel. Hey Nienke, Carlijn, laat me die vogels eens zien. Tweet, tweet, tweet. Die zijn leuk. Wat gaat daarmee gebeuren? Ga je ze instoppen? Zijn ze ziek? Voor de tweede kant was er nog geen opzet gemaakt. De beste ideeën ontstaan tijdens het project. Het zou hetzelfde worden, maar dan anders. Een hele goede morgen. Inmiddels zitten we op dag 5. En ik bedenk me eigenlijk net dat ik helemaal geen persoonlijke update meer gegeven heb. We worden een beetje geleefd hier. En geleefd in de zin dat er van alles gaande is. We zijn flink ziek geworden. Op dag 2 van de schildering hebben de kinderen flink koorts gekregen. Snotverkouden allemaal. Daarboven is Paske ook nog begonnen aan de installatie van onze nieuwe batterijen. Eind december kwamen we tot de conclusie dat onze batterijen heel erg slecht zijn geworden. En we hebben nieuwe besteld in Amerika. Daar zijn ze namelijk veel beter te verkrijgen dan hier in Mexico. En een heel vriendelijk stel, die we overigens niet kennen, die hebben deze batterijen vanuit Amerika meegenomen naar Mexico. En hebben ze een aantal dagen geleden gekregen. En daar is Pascal dus nu mee bezig. Maar ze moeten dus op een andere plek worden ingebouwd. Het zijn ook lithiumbatterijen in plaats van AGM-batterijen. Dus er komt toch een hoop bij je kijken allemaal. Dus ons huis op wielen is één grote zooi. Alles ligt overal. En waar je dan weer bij komt om wat je moet pakken, dat kan weer niet teruggelegd worden. Dus nou, het is één grote zooi. Dus daar word ik wel een beetje kriegelig van, zal ik je eerlijk vertellen. Maar goed, het is maar gewoon heel even zo. Ja, de schildering is echt ontzettend mooi geworden. De eerste kant is af. En we zijn er super ontzettend blij mee. Echt heel prachtig, vinden wij dan in ieder geval. Blijft natuurlijk wel een persoonlijk dingetje, zoiets. En vandaag gaat Julian beginnen aan de tweede kant. We hebben de truck omgezet, zodat hij dus fijn in de schaduw kan werken. Er is wel flink wat meer wind vandaag en morgen. Dus mogelijk moeten we toch nog wat meer gaan verplaatsen om ook een beetje de wind te blokken. Maar dat gaan we vanzelf wel zien.
voor een nieuwe? Kijk daar. Ik word roze. Word jij roze, Kalijn? Word jij roze? Jij bent er al op, Nienke. Jij bent oranje. Na een laatste check samen besloten we dat het helemaal af en helemaal perfect was. Al die tijd bleef ik het gevoel houden dat de buitenkant van ons huis en thuis nog niet helemaal af was. Ik had gehoopt en gedacht dat dit gevoel uiteindelijk zou verdwijnen, want ja, wat doet het er eigenlijk toe? Maar nu de schildering af is, weet ik het zeker. Hier was dit witte canvas voor bedoeld. Go for it! Dat is een complicated signature. It's just my name. Direct na het zetten van de handtekening reden we naar een droge rivierbedding een stuk verderop voor een kleine fotoshoot. We wensten ons een schildering met natuur, de zon en ons als familie op avontuur. Julian bracht het allemaal samen tot een fenomenaal kunstwerk. Voortaan hebben we geen mooi uitzicht meer nodig. Draai ons gewoon om met ons gezicht naar de camper. Je kunt ernaar blijven staren en steeds opnieuw nieuwe dingen zien. Vond je deze video net zo leuk als wij onze nieuwe truck? Geef dan een duimpje. En laat ons ook vooral weten wat je ervan vindt. Wil je voortaan geen van onze avonturen meer missen? Abonneer je dan op ons kanaal en vergeet niet op het belletje te klikken. Bye bye!